Ondanks dat de internationals dinsdag ontbraken, trainde PSV fel. Vooral tijdens het afsluitende partijtje werd er duidelijk voor de winst gespeeld. Alhoewel de score bij de PSV-spelers varieerde. Hoe belangrijk zijn dit soort trainingen tijdens interlandperiodes voor PSV? Er zijn nu een aantal jonge jongens bij PSV die zich in de kijker kunnen spelen tijdens de training. Onder andere Memphis Depay, Jurgen Locadia. Dat zijn aanvallers uit de jeugd van PSV. Ja, die willen zich natuurlijk bewijzen in het selecte gezelschap waar ze nu mee mogen doen. En terwijl Labiat bleef discussiëren over de uitslag, was nieuweling Jetro Willems ook op de training. De speler is afkomstig van Sparta. Ja, het is nog wat moeilijk om daar direct iets over te zeggen. Ik vond hem wel snel, tenminste goed in de aanname. Ik zag ook wel dat hij goed in een kleine ruimte is. Maar het is lastig om nu al te zeggen wat hij kan. Het is vooral belangrijk dat die jongen zich mentaal en fysiek goed ontwikkelt. Dat is een jonge jongen, hè, 17 jaar. Ja, die jongens die komen aan allerlei verleidingen bloot te staan. Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk om stand te houden in zo'n wereldje. En dat is het belangrijkste. Kijk, talent hebben ze allemaal wel. Maar het belangrijkste is dat ze mentaal en fysiek ook overeind blijven. En de verleidingen van het leven goed kunnen weerstaan. Ook na de training bleef het over die einduitslag van het partijtje gaan. Labiat wist zeker dat hij had gewonnen. Vanaf komende donderdag zullen de internationals van PSV wel weer mee gaan tellen op de training. En met name richting de wedstrijd tegen VVV Venlo. Er zullen wat jongens teleurgesteld gaan worden. Dat is onvermijdelijk. Het keepersprobleem is natuurlijk bekend, hè? Titon Isaacson, trainer Fred Rutte zal daar toch een keuze in moeten gaan maken. Dan heb je centrale verdediging, Timothy de Rijk, Marcelo en Wilfred Bauma. Die alle drie goed op die plek kunnen spelen. Er zijn maar twee plaatsen te vergeven, dus eentje zal teleurgesteld worden. Maar verder de backs, dat staat vast, hè, Manolev Pieters. Het middenveld is ook overbezet, maar er zijn in ieder geval genoeg middenvelders bij PSV. Maar goed, dat worden Strootman, Wijnaldum en Toivon normaal gesproken. En in de aanval heb je natuurlijk nog Matafs. Of die zelf direct speelt zondag, dat is natuurlijk ook maar de vraag. Want ja, die jongen die komt net terug van een interland. Zal druk worden van de week als hij hier voor het eerst is. Dus even afwachten. Het verhaal van de training bleef toch de uitslag van dat oefenpartijtje. Nee, 2-2. Minder tussen 2-2. Samen. Let maar op, hoor. Ik heb een donderschot.